Robin Fransman gaat ons vertellen waarom het goed is voor ondernemend Nederland om het minimumloon te verhogen. Hij is politiek econoom, werkzaam bij de Argumentenfabriek als chef geld en publiceert voor het Financieel Dagblad. Robin. Dankjewel. Dankjewel. Als je praat over verhoging van het minimumloon, jullie kennen het misschien, dan krijg je onmiddellijk allemaal weerstanden. Dat kan helemaal niet. Het gaat ten koste van werk en de lonen zijn al zo verschrikkelijk hoog. En wat je dan kan doen is vragen, oké, moet het minimumloon dan misschien omlaag? En waar naartoe dan? Misschien moet het helemaal naar nul. Als verhoging leidt tot minder banen, misschien leidt verlaging dan wel tot meer banen. Misschien moet het wel naar 3 euro per uur of 2 of 1. Of misschien wel nul. En iedereen weet dan, naar nul kan helemaal niet. Want wat de werknemer is voor de ene bedrijf, is de klant voor het andere bedrijf. We kunnen niks kopen zonder lonen. En als we niks kunnen kopen, dan is dat ook niet goed voor ondernemers. En daarin zit misschien wel de crux. En sommige landen die begrijpen dat beter dan wij. Want als je bijvoorbeeld hoort het minimumloon in Nederland, dat is al heel hoog. Dan wijs je gewoon naar Zwitserland of naar Denemarken. En daar zijn de lonen liggen veel hoger. In Denemarken bij de McDonald's verdien je 22 euro in het uur. En in Denemarken kennen ze niet eens een minimumloon. Het is gewoon in de CAO geregeld. En daar liggen die lonen veel en veel hoger. En daar kan het ook. En in Denemarken is de werkloosheid ook laag. En in Zwitserland is de werkloosheid ook laag. Dus dat het loon al hoog is in Nederland, gewoon niet waar. Hier zie je dat. Lonen zijn best oké in Nederland. We staan best hoog. Als je dat vergelijkt met Zwitserland en met Denemarken, dan zitten we daar net ongeveer tussenin. Maar als je kijkt wat het minimumloon is in Nederland ten opzichte van het gemiddelde loon, dan zitten we heel erg laag. We zitten onder België, onder Duitsland, onder het VK, onder Polen, onder Frankrijk en ook onder Zwitserland en Denemarken. Hier is dus heel veel ruimte. Het is niet hoog. Een andere weerstand is, als we het minimumloon omhoog doen, dan kost dat banen. Gaat ten koste van werkgelegenheid. En als je die weerstand hoort, dan zeg je gewoon, joh, in Engeland, daar hebben ze net het minimumloon in 5 jaar met 50% verhoogd. En in Engeland is de werkgelegenheid alleen maar gestegen. Dit gebeurt gewoon nu, hè. Dit is niet een paar jaar geleden, dit is niet ver weg, het is aan de andere kant van het kanaal. Het is gewoon gedaan en het kost geen banen. En waarom dat is, kom ik straks op terug. En nu hebben we dat ook, in Nederland krijgen we dat een beetje door. Hè? Dit was in het nieuws, 2 weken geleden, het CPB. Minder baanverlies bij verhoging minimumloon dan gedacht. Ik zou zeggen, zelfs dit klopt niet. Het baanverlies is nul. Kom ik straks op terug. Het minimumloon, ja, dat gaat ten koste van de exportpositie. Dat is ook niet waar. Waar worden in Nederland nou het minimumloon betaald? In de horeca, in de recreatie, in distributiecentra, in de catering, in de retail, in de supermarkten. Allemaal sectoren die op het binnenland gericht zijn, die niet exporteren. Daar vind je de bulk van het minimumloon in Nederland. Het is gewoon niet waar. Dus als dat allemaal niet waar is, dan moet dat haast wel betekenen dat als we die minimumlonen verhogen, dat een werkgever van alles kan doen om daarmee om te gaan. En dat het gunstig is voor de economie. En dat is ook zo. En ik heb dat 5 jaar geleden al een keer in de Tweede Kamer verteld. Ik werd toen uitgenodigd om te praten over de verhoging van het jeugdminimumloon. En toen al wilde ik laten zien wat werkgevers kunnen doen om een verhoging van het minimumloon niet alleen op te vangen, maar dat zelf van te profiteren. Dat we er allemaal van profiteren. En wat kan een werkgever dan doen? En ik heb toen maar die inbreng die ik toen in de Tweede Kamer had, heb ik gewoon weer afgedrukt. Want ik kan het gewoon blijven herhalen, want dit is altijd waar. En wat kan een werkgever dan doen? Een werkgever kan niets doen. En er zijn echt werkgevers die dat echt kunnen. Ze kunnen niets doen omdat ze al zeer winstgevend zijn. En omdat de salarispost maar een klein deel van de kosten zijn. Neem bijvoorbeeld supermarkten. Daar zijn salariskosten maar een klein deel van de kosten. En supermarkten zijn zeer winstgevend. Bij de Jumbo 30% maken ze daar. Als ze daar de minimumlonen iets verhogen, Jumbo zou er gewoon voor kunnen kiezen om die kosten gewoon te nemen. Dat kan.
En dan krijgen we een beetje herverdeling via de markt. En dat is prima, want dan hebben we minder toeslagen nodig en minder belastingaftrekposten en dat soort dingen. Dus dat kan een werkgever, er zijn werkgevers die gewoon dat echt kunnen doen, nou, die doen gewoon lekker niks. Die betalen gewoon iets meer voor hun arbeid. Dus wat kan een werkgever dan doen? Stel we verhogen die minimumlonen naar 14 euro. Wat kunnen werkgevers dan doen? Nou, ik heb dat verhaal al eens gehouden 5 jaar geleden in de Tweede Kamer. Toen werd het jeugdminimumloon verhoogd. En in de voorbereiding daarvan mochten een aantal mensen in de Tweede Kamer uitleggen wat hun visie daarop was. En ik heb gewoon die inbreng heb ik gewoon opnieuw meegenomen. Want het was toen waar en het is vandaag nog steeds waar. Wat kunnen ondernemers dan doen? Nou, om te beginnen zijn er gewoon ondernemers die eigenlijk niks hoeven te doen. Die kunnen die kosten voor een hoger minimumloon gewoon nemen. Omdat de loonsom als onderdeel van hun kosten maar een klein deel is. In de supermarkt is dat bijvoorbeeld zo. En supermarkten, heel veel supermarkten in Nederland zijn zeer winstgevend. Die maken 30% op eigen vermogen. Dus die zouden er gewoon voor kunnen kiezen om die extra kosten gewoon te nemen. Dat is niet zo erg. En het betekent ook dat er heel veel van hun klanten gewoon meer te besteden krijgen. En misschien wel wat duurdere producten kopen. Daar heeft iedere onderneming in Nederland heeft daar profijt van. En mensen met een hoger minimumloon betalen ook meer belasting. Daar heeft ook iedereen weer profijt van. Dus er zijn werkgevers die hoeven gewoon helemaal niks te doen. Die hebben er bijna geen pijn aan. Het tweede wat een werkgever kan doen is, we kunnen gewoon de prijzen iets verhogen. En dat kan. Dan krijgen we iets hogere inflatie en misschien ook een iets hogere rente. En dat is goed voor onze pensioenen. We kennen allemaal de problemen met de rekenrente en onze pensioenen. Dus dat kan. Er zijn bedrijven die hun prijzen kunnen verhogen en dat is prima. Dan krijgen we een beetje herverdeling via de lonen. En mensen met wat hogere inkomens hebben wat meer last van die hogere prijzen dan mensen met lage inkomens. En dan hebben we meer herverdeling via de markt. En dan zijn er minder toeslagen nodig en minder belastingen. Dus dan hebben we een beetje herverdeling die we nu ook doen, maar dan via de lonen in plaats van via de overheid. En dat is goed. En het derde wat werkgevers kunnen doen is meer robots inzetten, meer automatisering inzetten. We zien dat in de McDonald's waar we nu tegenwoordig op een scherm onze bestelling doen. Maar dat is goed. Dat is goed, daar gaat de productiviteit van omhoog, daar gaat onze welvaart van omhoog. Dat is innovatie. En innovatie is ons belangrijkste exportproduct, dus dat is goed. En natuurlijk, robotisering, automatisering, het leidt tot een beetje baanverlies op korte termijn. Maar op lange termijn leidt het juist tot baancreatie. Dus dat moeten we juist aanmoedigen. Dus dat is goed. En het vierde wat werkgevers kunnen doen is dat ze in plaats van dat ze die hele jonkies inzetten tegen het allerlaagst mogelijke minimum jeugdloon, is dat ze zeggen, nou bij met een hoger minimumloon zetten we wat vaker oudere mensen in. En dat is goed. De hoogste en meest problematische werkloosheid vinden we bij de 55-plussers. En jongeren die moeten gewoon naar school. Dus dat is goed. Dat is goed voor ons allemaal. En je ziet dat bij Albert Heijn. Albert Heijn heeft supermarkten in Nederland en Albert Heijn heeft supermarkten in Amerika. En wat zie je? In Amerika werken er een heleboel 50'ers in die supermarkten. En in Nederland zijn het allemaal 15, 16-jarigen die vervangen worden als ze 18 worden, want dan zijn ze te duur. Dus schuiven van jong naar oud, dat is goed. Daar hebben we allemaal profijt van. En het laatste wat werkgevers kunnen doen is, ze kunnen natuurlijk activiteiten verplaatsen. Activiteiten die nu op basis van het minimumloon plaatsvinden en die dan misschien in Nederland niet meer rendabel zijn. En dan moeten ze naar een ander land. Maar mensen, dat is goed. Dat moeten we willen. We kunnen in Nederland niet concurreren met hele lage arbeidskosten. We kunnen niet concurreren met Bangladesh of met Vietnam. En dat moeten we ook niet willen. Daar is geen welvaart, daar is geen welzijn. We moeten het hebben van hoogproductieve, hoog toegevoegde waarde, hoogopgeleide mensen. Daar moeten we het van hebben. Als wij gaan concurreren op lage lonen, dan weet je zeker dat we de welzijn en welvaart goede dag kunnen zeggen. En ik heb daar ook een voorbeeld van. Een aantal jaren geleden is het garnalenpellen werd verplaatst naar andere landen waar de lonen wat lager lagen, onder andere naar Marokko. En een aantal jaren zijn die garnalen daar gepeld en toen werd de garnalenpel uit machine uitgevonden, de robot. En toen kwam het garnalenpellen weer terug. Dus als wij ons geld willen verdienen met garnalenpellen, dan moeten we dat met machines doen. Dus activiteiten verplaatsen is goed.
als je denkt dat welzijn en welvaart, dat dat van lage lonen komt, dan was Bangladesh het paradijs. Daar moeten we niet mee willen concurreren. Dat is niet de weg. Bedrijven die alleen maar afhankelijk zijn van zo laag mogelijke lonen, die moeten weg, die moeten failliet, die moeten ergens anders heen. Want die bezetten arbeidskrachten en kapitaal die we beter en hoger productiever kunnen inzetten. En als dit dan allemaal waar is, dan moet je je afvragen, en hoe komt het dan dat die lonen zo laag zijn? En daarvoor moet u weet hebben van een begrip, een nieuw begrip. U kent waarschijnlijk allemaal wel het spel Monopoly, monopolie. En monopolie is het verschijnsel dat er van een ding of een goed maar één verkoper is. En bij dat spel Monopoly is het dan dat ja, op een gegeven moment heeft iedereen alle straten en alle huizen en alle hotels. En die wint het spel, die trekt alles naar zich toe. En dat is wat er in de Monopoly gebeurt. Je bent de enige verkoper en daardoor kun je prijzen opleggen. Maar er is ook nog een ander verschijnsel in de economie. Dat je niet de enige verkoper bent, maar de enige koper. En dat speelt op de arbeidsmarkt. En we noemen dat monopsonie. Het verschijnsel dat er maar één of maar weinig kopers zijn. En dat zien we in de arbeidsmarkt voor lage lonen. Je hebt best wel veel mensen, met name jonge mensen, die nog niet heel veel vaardigheden hebben. Die op zoek zijn naar werk. En er zijn maar een paar aanbieders. Hoeveel supermarktketens zijn er eigenlijk in Nederland? Niet zoveel. Dat heet een monopsonie. En daar kunnen dus de kopers, die kunnen daar de prijzen op leggen. En dan komt er een prijs tot stand die niet tot maximale welvaart leidt. En dat is precies de reden waarom die lonen omhoog kunnen. En dat het niet alleen geen schade doet aan de economie, maar dat we er allemaal profijt van hebben. Dat was mijn bijdrage. Dank je wel, Robin, voor dit bevlogen betoog. Dank je wel. Wil je nou meepraten over dit onderwerp? Post dan met de hashtag Denkend aan 14. Wil je terugkijken naar een van deze colleges? Dan kan dat op het YouTube-kanaal van Nieuwspoort of op voor14.nl.